En ik kom hier en er wordt geloot. En ik win een auto. Dat is fantastisch. Breda Nu. Je weet het meteen. Het Radverlegstadion werd omgetoverd tot een heuse vakantiebeurs. Alweer de tweede editie in het stadion waarbij mensen lezingen en presentaties konden bijwonen over hun favoriete vakantieland. Ja, dit doen we al een groot aantal jaren. We zijn vorig jaar voor het eerst naar deze locatie verhuisd en dat naar volle tevredenheid. We hebben na de ervaring van vorig jaar hebben we het draaiboek gefijntuned. Hebben we meer ruimte kunnen gebruiken. En ik moet zeggen, de medewerking van zowel NAC, maar vooral de horeca van NAC die dit exporteren, die is buitengewoon goed. En voor ons aanleiding om in ieder geval volgend jaar weer hier naartoe te gaan. We hebben hier een stand op deze beurs, dus we hebben daar met een aantal reisspecialisten gestaan om de klanten voorlichting te geven. En we hebben een aantal presentaties gegeven over onze populaire bestemmingen. Ja, ik was vandaag op de beurs en ik was van tevoren ingelicht dat ik meedong naar een prijs om een auto te winnen. En er waren 12 mededingers over. En ik kom hier en er wordt geloot en ik win een auto. Dat is fantastisch. En de andere mensen kregen een koffer en ik denk, nou, 1 op 12, ik denk... Ik ga met de koffer naar huis, maar ik ga met de auto naar huis. Dat is echt geweldig, echt super. Ik vond het een hele fijne dag. Het was, de mensen waren heel relaxed, het was lekker. Mensen kwamen allemaal toch achter elkaar binnen, dus het was wel heel erg fijn. Dus het was wel fijn en de mensen hadden ook heel veel ruimte om te lopen. Veel bekende klanten, dus dat is altijd leuk om te hebben. Gezellig. Ik heb echt wel een gezellige indruk. Ik heb naar mijn zin gehad, vond het leuk. Een hoop mensen gesproken, maar met name het gezellige gevoel. Een beetje een warm gevoel had ik erbij. Laatste vraag. Wat is uw favoriete vakantiebestemming tot nu toe? Ja, Zuid-Afrika. In één keer. Ben ik al wel een paar keer geweest, dus vandaar dat ik altijd wel aan het zoeken ben om toch iets anders te gaan vinden. Maar bij mij is de favoriet Zuid-Afrika, absoluut. Absoluut Japan. Ik ben de laatste paar jaar 4 keer naar Japan geweest. Dat is een land dat eigenlijk nergens anders mee te vergelijken is. Echt uniek in de wereld. Je maakt daar dingen mee die je nergens anders meemaakt. Je ziet er dingen die je nergens anders ziet. Dus Japan is voor mij wel vakantiebestemming nummer 1, hoor. Daar zijn er wel meerdere, maar... Ik moet zeggen, ja, ik ben een gelukkig mens dat ik al heel veel heb mogen en heb kunnen reizen. Canada staat wel heel hoog op mijn top 3 of top 5 lijstje. Ik ben een keer safari gemaakt, Kenia, Tanzania. Het wild en de natuur, dat sprak me heel erg aan. En ik mag nu ook genieten van mijn huisje in Spanje. Het Spaanse leven, het goede weer, maar ook gewoon het lekkere eten en drinken. En ook, toch ook wel daar... Het relaxte leven, dat mag ik wel van genieten.